Welkom lieve kijkers, vrienden, abonnees. De Baard is hier om jou te entertainen. Excuseer als ik een beetje vieze vingers heb. Ik ben, zoals jullie misschien zien, ben ik aan het verbouwen. Ik ben een beetje aan het schilderen. Dus voordat ik weer in de comments krijg te horen, je hebt vieze vingers en je bent een of andere vieze zwerver die zijn vingers niet wast. Dat doe ik wel. Ik douche gewoon, zoals de meeste mensen. Voor alle nieuwe kijkers, deze video bevat twee trainingsdagen. Nummer 1 is de training van vandaag, de zondag. En nummer 2 is de persoonlijke recorddag, de donderdag. Op de donderdag is het de bedoeling dat ik ga squatten. 2 setjes, 3 herhalingen met 152,5 kilo. Dat ik ga bankdrukken. 2 setjes met 3 herhalingen met 82,5 kilo. En als laatste ga deadliften 2 setjes van 3 herhalingen met 162,5 kilo. Correctie, 165 kilo. En of ik al die cijfers ga halen, kijk, dat is natuurlijk weer de vraag. Het is deze week kerst, dus dat wordt lekker eten en natuurlijk lekker veel eten, want dat is een ding wat ik wel kan, lekker veel eten. En als ik daarbij goed rust, weet je, ik heb vakantie, heb ik er eigenlijk wel alle vertrouwen in dat het moet gaan lukken. Het schema is nu wel echt loei en loei zwaar voor mij. Het is zeker niet makkelijk. We mogen de pret niet drukken, weet je. We zullen toch gewoon door moeten gaan. Het moet gewoon gaan gebeuren. Het moet gewoon lukken. En als laatste wat me natuurlijk dan nog even te doen staat is mijn shakebeker vullen. En zal ik even een zieke edit ingooien. Want man, bekers vullen. Holy shit. Wie doet dat zo dik als ik? Nou zijn we er klaar voor. Je wilt echt niet weten hoeveel werk dat heeft gekost. En niet eens het bewerken, maar meer het een plekje vinden waar het geen zorg was, zodat ik die beker even fatsoenlijk kon filmen. Ik moet mijn huisjes keer opruimen. En in één keer staan we in de bunker. Vandaag is de bedoeling dat ik begin met squatten. Dat was het laatste opwarmsetje. En daar wil ik ook gelijk wat over kwijt. Even scherp stellen. Een opwarmsetje. Alle opwarmsetjes. Heel veel mensen denken dat ze alleen een opwarmsetje doen zodat ze hun lichaam warm gaan maken. En dat ze daardoor een zwaardere belasting aan kunnen. En dat is ook goed. Daar is een opwarming ook voor een deel voor. Alleen voor het andere deel, het belangrijke deel, wat ik persoonlijk het belangrijkst vind, is dat je ervoor zorgt dat de bar in één rechte lijn gaat. Dat alle spiervezels tegelijkertijd worden geactiveerd. Het is dus vanaf dat je met een lege barbel bijvoorbeeld zou squatten, is het al perfect opletten, gaat de bar recht. Hou ik mijn buik aangespannen? Denk ik aan alle juiste dingen, zoals omhoog komen, zakken, billen aanspannen. Net wat jouw controlepunten zijn, want dat is voor iedereen anders en voor iedereen verschillend. En dat is het nut van een warming-up en niet alleen meer lichaam warm maken. Dus het is veel meer heel goed voorbereiden en heel goed nadenken aan al die kleine puntjes. Ik moet heel eerlijk zeggen dat
die squats echt zeker niet meevielen. Viel eigenlijk best wel tegen. Ik heb ze wel gehaald, maar van mijn gevoel kon het aanzienlijk beter. Net klaar met de power cleans, dat was eigenlijk het normale programma, maar de squat ging niet helemaal naar mijn zin, was eigenlijk toch zwaarder dan verwacht. Ik heb hem gewoon gehaald, maar hij was vrij zwaar en ik voel toch dat ik toch wel eigenlijk wat energie liet liggen eigenlijk. Dus vandaag ga ik nou een lichtere variant doen, wat power squats in combinatie met de power chains, om toch te zorgen dat ik echt nog het laatste beetje energie eruit ging halen. Ik begin ook niet te zwaar met de power squats. Met de kettingen erbij zal die plus minus 90 kilo wegen en dat is eigenlijk al meer dan zat, denk ik. Want als je even het pauze houdt, 1 à 2 seconden beneden, maakt de oefening zoveel zwaarder. Maar daarom doen we hem ook natuurlijk. De kettingen, vraag me niet precies hoeveel ze wegen. Volgens mij 9 kilo, maar dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Maar het zal plus minus 90 kilo zijn. Eigenlijk moet ik ze even, ten eerste moet ik ze eigenlijk even wegen. En ten tweede, die, een van de twee. Volgens mij die heeft één schakel meer. En ik ben benieuwd of dat ook van invloed is op het gewicht. Dat ze precies evenveel wegen. Of dat dus die ene één schakel meer heeft. En dat hij dus net ook iets meer weegt. Niet dat dat zo extreem veel uitmaakt. Want normaal gesproken, je gewichten die zijn ook geen exact niet. Je gewichten zijn ook niet exact 25 kilo of 10 kilo of 2,5 kilo. Er zit altijd net wat marge. Volgens mij is dat 5 tot 10% maximaal. Nou heb ik de weegschaal even naar beneden gehaald en heb ik ook de kettingen uitgelegd. En dan zullen we gelijk eens even kijken of er nou echt gewichtsverschil in zit en waarom nou die ene langer is dan die andere. Kijk, ik heb de kettingen hier gelijk gelegd en als we doorspoelen naar het einde, kunnen we zien dat hier één schakel meer aan zit als aan de andere. Ik heb ze ook geteld, dus er zit verschil in. En die is 8,6 kilo. 8,5. Dan kom ik nu met de langere ketting. Ja. Gaat die uit. Die is echt 8,5. Welkom bij de donderdagtraining, de PR-dag. Zoals we eigenlijk een paar seconden geleden zagen, hoeft er niks van mijn gewicht van mijn ketting af. Het gewicht klopt gewoon. Alleen mijn camera is een beetje Het is een Nikon D3100, de fotocamera. Perfect ding. Ook nog wel redelijk aan de prijs. Alleen toch niet zo heel perfect. Hij is goed voor foto's maken, maar voor filmen niet echt. Ik heb aan de andere kant geen schermpje. Hij doet het niet heel goed als het donker is. Dus ik kan mezelf ook niet controleren. Hij doet niet goed als het donker is. En daarbij is hij ook niet heel snel in het scherp stellen. Zegt niet eens heel snel, zeg echt heel langzaam. Dus als jij nou ervaring hebt met een camera, of je zegt, nou, die vlogger die vlogt met die camera, laat dan even een reactie achter. Dan zit ik er even aan te denken dat ik misschien een andere ga halen. Want de filmpjes moeten natuurlijk wel van goede kwaliteit zijn. Laten we beginnen. Oké. Twee dingen voorafgaand aan de training. Zoals ik al vaker doe, hoe voel ik me erbij? Hoe denk ik dat deze training gaat lopen? Ik denk eigenlijk, ik heb een beetje mijn twijfels bij, een beetje slecht. Ik
heb vakantie. Een normale mens zou lekker gaan rusten in zijn vakantie. Wat doe ik? Ik ga alleen maar harder werken. Ik ga meer filmpjes maken. Ik ga veel meer met YouTube bezig zijn. En dat doet mijn progressie denk ik niet altijd goed. Want ik gun mezelf weinig slaaptijd en weinig eettijd. Omdat ik alleen maar bezig ben en bezig ben en bezig ben. Maar goed, dat zullen we zo zien. Het tweede ding is dat het bijna oud en nieuw is. Wordt er wel wat gedronken natuurlijk. Zal niet heel goed zijn voor de progressie. Dus juist eigenlijk namelijk aan het einde van het programma zit, is het een mooie tijd om te switchen naar de donderdagtraining naar 5 setjes van 1 herhalingen. Dat ga ik nog 2 weken doen, dan een derde week een deload en dan ga ik het programma van 12 weken weer opnieuw beginnen. Dus over 2 weken, dat zal waarschijnlijk mijn echte 1 RM max zijn. Dan weet ik dus dat dat mijn oude record was en dan ga ik dus weer, zoals ik zei, opnieuw beginnen en dan ga ik weer kijken of ik dat kan verbreken. Dus, let's go! Dit is het laatste opwarmsetje, 142,5. Nou, dan gaan we proberen. 152,5, 2 setjes van 3 herhalingen. Ik ben benieuwd. Moet goed gekomen. Tweede setje moet goed gekomen. Vol vertrouwen. Gelukt. En helemaal zoals ik had verwacht. Was toch wat zwaarder. Normaal hou je tussen 2 van zulke hele zware sets zeker wel 6 tot 10. Eventueel wel langer een minuut rust. Ik dacht dat het me vrij makkelijk afging. Dus hier maar iets van 3 minuten rust. Dat is wel erg tricky. Maar goed. Tevreden. Het is gelukt. Door naar de bench. Makkelijk, makkelijk. Zoals we natuurlijk eigenlijk al hadden verwacht, want een bench van 82,5 is vergeleken met andere lifts niet heel erg zwaar natuurlijk. Maar ik voelde me toch niet zo best, maar zo kan je toch wel weer zien waar die kerstdagen toch wel weer niet goed voor zijn. En natuurlijk niet te vergeten, nou alleen die deadlift nog. En dan zijn alle 3 lifts weer verbroken, maar of dat gaat lukken, we shall see. Een dingetje, een tipje wat ik wel kwijt wil over de deadlift, is dat dat was eigenlijk de oefening die ik, waar ik het langst over heb gedaan om een beetje onder de knie te krijgen. Vooral thuis, toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde, toen deed ik de oefening en dan gaf ik het na verloop van tijd weer op omdat ik pijn in mijn rug kreeg, etc. Je kent het wel. Er is 1 ding wat ik altijd iedereen wil adviseren, is leer je billen aanspannen. Ik heb vandaag 2 video's gemaakt. De ene heet, even zo uit mijn hoofd, fitnessoefeningen voor vrouwen en de andere heet fitnessoefeningen voor thuis. En daar hamer ik ook een aantal paar keer op van span je billen goed aan. Maar heel veel mensen kunnen dat gewoon simpelweg nog niet.
Daarom doe bijvoorbeeld kettlebell swings, goede oefening. Glute bridges, op de grond liggen, je heup omhoog brengen. Wat meer oefeningen voor de billen, alles waarbij je je been in flexie, extensie moet brengen. En zijwaartse bewegingen uiteraard ook. Doe iets waardoor je je billen eigenlijk veel activeert. En dan had je deadlift waarschijnlijk een heel stuk beter. En natuurlijk, als mijn video er ooit nog eens komt, de deadlift video kijken. Zit wel een dingetje in de pen. Jezus, waar is dat? Even rustpauze. Je ziet net mijn eigen scène. Dat doe ik altijd, check ik even, kijken of ik nog een kleine verbeterpuntje zie. Waar ik me dan even net wat meer op kan focussen. Eén dingetje wil ik wel zeggen, normaal gooi ik het gewicht niet neer tijdens de oefening zelf. Tijdens de opwarmsetjes doe ik het wel eens om energie te besparen. Maar tijdens de oefening eigenlijk nooit. Maar het is echt naadje, dus ik neem ook echt even ruim 10 minuten pauze. Dan ga ik een tweede poging doen en dan ga ik kijken of het lukt. En dan lijkt het me heel wijs als ik volgende week dus geen 2 setjes van 3 herhalingen ga doen. Maar zoals dat ik net zei, 5 setjes van 1 herhalingen. Zo kan ik het nog iets langer doorrekken. Ik denk dat ik dat 2 weken doe, dan een deloadje. En dan gaan we weer eens opnieuw beginnen. Dus, volgens de berekeningen moet ik dan eindigen op 170 kilo deadlift. Dit is 165 en is al zwaar en zwaar zat. Alright, wish me luck. Maar zet erop. Ik maak volgende week nog plus 2,5. Dan nog een keer plus 2,5. Dan gaan we deloaden. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week.